interviewt een... Interview. Mij, Irene en Kirsten, zei dus, of mij... Ja, Irene en Kirsten. Ah, ja. Audio test. Hey, wat leuk, Jim. Hey. Goeie. Wat leuk dat Jim Allier sjogge naar Triator Televisie. Dit is een nieuw platform van Triator. En zoals je mooie witte is dan ook in theater. Maar wij willen iets publiek heel graag wel wat bieren, want we missen hem gewoon. Ik ben Laurens van de Akker. Ik speel je een soort voor Triator en ik zit je nou in de grote zaal en er zit een lege tribune voor me en ik mat zissen, dat is eigenlijk wel een beetje apart. Ik speel je level live, mij Jim, voor een publiek en dat we al hier hetzelfde ervaren op hetzelfde moment in dezelfde ruimte, want dat is wat theater speciaal maakt. Maar wat wij als Triator natuurlijk wolha is 50 jaar aan prachtige voorstellingen. Want Triator is, zat je misschien wel weten, het oudste zelfskip van Nederland. En wij willen de oncommunity daarom graag, mij, Jim, uw publiek en een aantal gasten. Het kennen publieksgasten, wijzen, interviewers, journalisten, regisseurs, acteurs. Door het archief, door de vaststellingen heen gaan om de mooiste momenten van Triator uit de oude 150 jaar weer eens op te hellen. Bejaren ik graag Jim fysiekjes, wat Jim nou de mooiste momenten voelt. En misschien kunnen we die wel behandelen hier in een van onze afleveringen. Maar Juut, de allereerste aflevering in, met Ira Jutkowskaja en Kirsten van Santen. En we behandelen Juut, de wereldburgers van de voorstreken. Soort meesting in deze prachtige vaststelling Sjoen. En Juut, zullen we eens onderzoeken hoe dit te staan komen is en wat de mooiste momenten voor dit soort meesting zijn. Ik ben Oranje Bierglas van Frank zijn vader en ik kom op een voorstreek en ik... Ik zie winkels die ik niet ken en ik denk, ja, of ik nou naar huis ga of hier blief. Het leven blieft kort, het blieft nou. En nou ben ik op de voorstreek en ik zie een afro-shop. Kirsten van Santen. Welkom. Hallo. Hey, wat leuk dat je er bent. Vind ik ook leuk. Wat leuk, dat is de best van Matte Frieskoren. Ja, dank wel. En Ira Jutkowskaja. Hey, je durft me achter naar maan. Ja. Ja, zeker. Ik ken je al even. Ja. Wat leuk dat je hier binnen. Ik zal het potlid even achter het eerwij, Helly. Hoe gaat het met Jim? Best. Druk aan het repeteren? Ja. Mooi zo. Dat gaat er goed? Ja, dat gaat goed, ja. Mooi zo. Fijn. Ja. Kirsten is met jij? Ja, gezond. Mooi. En we maken een krant en hoede het thuisfront. Ja. Dus ik ben blij dat ik weer eens andere gezichten zie. Ja, tuurlijk. Nou ja, dit is Triator Televisie en we zullen hier het archief van Triator hinnen. En de eerste aflevering gaat over wereldburgers van de voorstreek en die ga je hem te keren maken. En ik wil je hem eigenlijk dadelijk vragen, hoe is dit eigenlijk daar staan, Kam? Nou, in een paar etappes eigenlijk. Ik woonde aan de voorstreek ooit, toen ik bij Triator eerste jaren werkte. En... toen was de zoveelste populistische partij bezig met uitspraken zoals multiculturele samenleving is mislukt. En daar voelde ik me als een ooit in Nederland gekomen wonende asielzoeker persoonlijk op aangesproken. En wist ook niet zo goed wat ik daarmee kan. Ik ben sowieso niet per se van een politiek theater maken. Maar ik liep door de straat, ik zag al de winkels. S'avonds, ik werkte toen eigenlijk dag en nacht, dus ik liep heel vaak 's nachts terug naar huis. En dan stopte ik bij Koerdische snackbar of snackbarhouder en had ik praatje mee. En de volgende ochtend ging ik naar de Azerbeidzjanse / Russische supermarkt om daar wat te halen. En dan sprak ik erin en dacht ik op mijn hoezo is het mislukt. Kijk hoe het hier allemaal naast elkaar bestaat. Ja. En wat zou ik daarmee kunnen? Toen, nou, zoals je weet, bij Triator zijn we heel erg bezig met taal en met meertaligheid. Langzaamaan begonnen toen in te komen. En eigenlijk door de alertheid hoe we met Fries omgaan, merk ik dat ik alerter in alle talen aan het worden ben. En toen dacht ik, wat grappig, niemand hier die... Iedereen vraagt waar je vandaan komt. En juist doordat ik niet uit Nederland kom, krijg ik bijna meer vertrouwen meteen. Mijn accent doet er niet toe. Ja.
Maar wij spreken allemaal met accent en wij zorgen dat wij gewoon in ieder geval één taal kunnen vinden waarin wij elkaar kunnen verstaan. Ja. En de volgende gedachte was, zoals die taal hier klinkt, en het is vooral Nederlands dan met accent en een klein beetje Fries, dat is eigenlijk, of Nederlands met Fries accent, dat is eigenlijk hoe onze multiculturele samenleving klinkt. Ja. En dat was gedacht en dacht, daar zou ik iets mee willen doen, maar ik weet nog niet hoe, ik weet ook niet of het bij theater kan. Moet ik het bij theater maken? En toen interviewde Kirsten mij een keer over Groen. Ja. Die ik toen aan het schrijven was, nog jaar voordat Groen uitkwam. Dus 2014 was dat. En ik vertelde aan haar dat ik een idee had. En ik wist nog niet wat ik ermee wilde. En zo voort, zo voort. Ja. En een klein maand later kwam ik Kirsten tegen op Uit, een Prinsenpark. En Kirsten zei tegen mij, ik heb mijn mond voorbij gepraat. En ik ben naar hoofdredacteur gegaan en gezegd, theater gaat voorstellen maken over voorstreken en al die achtergronden daar. En daar moeten we als kranten mee. En dat gaan wij doen. Dus nu moet je de voorstelling maken. Ja. Dat nou, is precies zo is het gegaan. Ja. Ja. En hoe, onder dwang. Ja. Ja, hoe wie in gearworking dan? Wat budget is toch in de voorstelling? En of heen met de volgende? Ja, maar dan zitten wij nog in 2014, hè? Oh, dit is nog helemaal voor de voorstelling. Pril eerste idee, ja? Was het. Ja? Wij, behalve dat ik Ira vaker interviewde, raakten we ook bevriend en geïnteresseerd in elkaar. En toen dachten we, nou, volgens mij kunnen we elkaar wel versterken misschien. Ja. En dat was dus ook een onderzoek van, kunnen we als Leeuwarden Courant, journalistiek inzetten, zodat theater daar wat aan heeft. En kunnen wij als krant misschien het theaterpodium wat dat betreft betreden. Hm. Dus kunnen we wat aan mekaars talenten hebben. En dat resulteerde eigenlijk al vrij snel in het idee, we gaan die voorstreek op. Ja. En dan gaan we samen het onderzoek doen. Dus ik met mijn journalistieke insteek en Ira met haar theater in persoonlijke interesse. En daar is later Jantien de Boer is daar nog bijgekomen. En ja. Alsing Walthuis, die hebben ook interviews gedaan. Maar we hebben ook samen interviews gedaan. Dus echt zij aan zij in de Afro-shop. Wat met leuk. Jennifer gesproken. Toen je hem dat volgende ziek begon, hoe wie je de gearworking toen? Wat hing je monocore? Hoe hij monocore beïnvloedde of inspireerde? Nou, ik heb heel veel van Kirsten geleerd en ook begrepen iets in hoe zij soms naar mij luistert. Ik merkte als wij de gesprekken samen deden, Kirsten kan professioneel persoonlijk luisteren. Ja. En ik ga alleen persoonlijk luisteren. En daar zit verschil in. Is dat de zit? Ik kom ook altijd met, maar dat doe ik in repetities ook, maar daar doe ik het wel professioneel persoonlijk. Want dan weet ik heel goed waarom ik het doe en wat ik wil bereiken. Niet helemaal bewust. Ik vertel altijd vaak persoonlijke dingen of dingen over mijn mislukkingen, waardoor iedereen zich niet op gemak voelt om over bek te gaan. Ja. Maar in zo'n interview, ik ga daar. Kirsten kan luisteren en je oprecht ruimte geven om te voelen dat er geen oordeel is. En of ze oordeel heeft of niet, is aan haar vervolgens. Het gaat erom dat op het moment dat ik gesprek met je voel, denk ik dat je daar geen oordeel over hebt. Terwijl ik probeer persoonlijk geen oordeel te hebben, maar soms heb ik er wel. Dus ik zit veel meer als mijzelf in zo'n gesprek. En bij Kirsten is een combinatie van wel jezelf, maar ook goed weten wat ga ik straks opschrijven. Nou, ik weet wel een voorbeeld. Op zich, journalistiek is echt een ambacht. Ja, dus, precies. Dus dat doe je inmiddels zo lang dat ik kan dat gesprek wel voeren. En ik weet dat er één keer zo'n moment was bij Jennifer in de Afro-shop. En ja. Jennifer heeft een heel zwaar leven gehad, ja. Waar ze glorieus weer uit tevoorschijn is gekomen. Nienke speelt in de voorstelling Jennifer. Ja. 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 En Jennifer die komt uit Nigeria en die heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. En daar heeft ze heel erg openhartig over verteld. En op een gegeven moment kwamen we op een punt in dat gesprek dat er wel duidelijk was dat daar vreselijke dingen tussen mensenhandelachtige toestanden zijn geweest. En dan is mijn instinct om door te vragen. Terwijl ik ook wel voelde dat een beetje pijnlijk werd. En dat het haar ook wel in een hoek dreef misschien. Maar dan alles in mij wil die vraag dan stellen. Ja. En
jij reageerde eigenlijk wel ontzet toen van, ja, dit kan je eigenlijk niet maken. En dat was een heel mooie, ja. Dan heb je gewoon een heel andere benadering. Ja. En dat was op dat moment misschien wel even ingewikkeld, maar vooral heel leuk om te merken. Ja. Omdat je dan echt merkt wat voor verschillende technieken en hoe je dat gesprek aangaat, ja. Eigenlijk. Jij hebt onder andere gekozen voor een moment, van je favoriete momenten in de voorstelling, wie je, hoe Jennifer, spelen door Nienke, wat ik al zei. We kunnen er eerst even naar Shin en dat ze dan misschien nog even wat over vertelt. Ja. Mijn vader had 4, 5 vrouwen en sommige minnaressen. Mijn moeder was eerste vrouw. En dan kinderen krijgen. Ik moest ook trouwen. Een van mijn vaders vriend. Ouder en ook met 10 vrouwen. Ik was klein meisje toen, 10, 11. Ik ben weggelopen. Gewoon gevlucht. Ik kan vluchten naar alles. Overal waar je wil. Op een moment is het hun toch geluk, hun mij oude huwelijken. Andere man. Ja. Dat is geen goede man, hè? Ik heb een dotter van hem gekregen. In een nacht ben ik met mijn kind het bos ingeduikt. En dagen lopen, terug naar waar ik vandaan kwam. Dan iemand wil mij hebben als au pair. Hij zei tegen mij, wil jij ook naar Nederland? Ik zei, ja. Alles om hier weg te wezen. En mijn dochter dan? Zeggen ze, nee, maar dat kan niet. Huilen. Echt gevaarlijke mensen, hoor, die mij geholpen hebben. Ik wil alles vertellen. Alles. Alle details, dat ik na die tijd niet gek word en voor die tijd niet droef. Het gevaarlijke mensen. Ik ga zeggen. Ben ik wakker geworden? En God heeft mij gered in een ziekenhuis in Groningen. Ja. Hier in Nederland, Groningen, veel erger meegemaakt dan Afrika. In een ziekenhuis in Groningen ben ik wakker geworden. Was ik wakker geworden na 3 weken coma. Door Sinterklaas. Daarin, Sinterklaas komt in een ziekenhuis in Groningen. Ben ik wakker geworden door Sinterklaas. Ik heb pantoffels van hem gekregen. Ik zei, hey, Sinterklaas. Ah, oké. Ja. Ik kan alles zien, maar niet praten. Alles zien, maar niet praten. En niet lopen. Niet lopen en niet praten. Zelf ademhalen leren. Logopedie geweest, te praten te leren. Ette gevaarlijke mensen die mij geholpen hebben. Mij geslacht van mij gehaktbal gemaakt. In Nigeria krijgen wij altijd 1 keer per jaar een blikje sinaas. Op kerstavond. En dan moeten we kiezen. Openmaken of bewaren. Openmaken of bewaren. Dat gevoel, dat uitkijken naar dat ene blikje. Dat mis ik soms ontzettend. Nee, het is ook theatraal gezien een van mijn favoriete momenten. Waarom? Het is natuurlijk het zoeken naar hoe je van indrukwekkend verhaal, iemands persoonlijk verhaal, het theater maakt. En wat is dat? Ja. En dat was natuurlijk een hele zoektocht met deze voorstelling. Wat is theater? Wanneer is dat theater? Ik merk als ik het kijk, dan kijk ik gewoon vol bewondering naar Nienke. Ook de kracht waarmee ze staat, want voor haar is dat ook een hele heftige periode geweest. En we hebben met het verbatim gewerkt, dus dat letterlijk melodie en uitspraak van iemand pakken en dus niet iemand spelen en nadoen, maar gewoon puur via taal het verhaal vertellen, de ritme daarvan. En de musicaliteit en dan kom je bijvoorbeeld, als Jennifer praat, dan blijft ze ook lachen, de kracht uitstralen. Maar je kan ook zeggen, oh, het is een masker die je draagt, je kan alle interpretaties op loslaten. En juist doordat Nienke ook dus voor de kracht kiest, voel je de kwetsbaarheid. En dan vind ik theatraal spannend worden. Ja. En wat hier nog ziet in dit moment, van, je hoort, ze maakt een schakel van taal van Jennifer naar haar eigen taal. Ja.
En de reden daarvoor is dat verhaal over Blikje, dat is niet een verhaal dat wij opgenomen hadden. Dat zijn, je vroeg, wat heb je aan elkaar? Dat is het verhaal wat Kirsten had opgeschreven, wat haar bijstand, maar die wij niet op tape hadden. Verder hadden wij gewoon, ik weet niet hoeveel uren tape dat wij beluisterden. En Jim ging met zijn twaan de meesting van de voorste balans en Jim houdt interviews. En dat we willen zo tot een scène, want je nam dat op, zodat de acteurs jeden wat nou, we hebben in de loop van een paar jaren, want we hebben een jaar eerder ook al een paar weken op zolder van theater met de tapes gezeten. En het was dus zoeken naar wat zijn theatrale momenten, wat zijn spannende momenten, wat zijn momenten die wij aan kunnen, want soms lukt het gewoon niet en dan moet je het niet doen. En dit was het verhaal waarvan wij wisten dat ze het had verteld. Ja. En Kirsten had het ook opgeschreven als een van haar favoriete momenten. Ja. Die stond ook in de krant. Ja. Maar die hadden we dus niet op tape. Alleen theatraal gezien wilden wij hem wel gebruiken. Dus dan maak je eigenlijk een keuze dat Nienke schakeling maakt van praten zoals Jennifer naar praten als zichzelf. Want gewoon het navertelt. En dan, dat kan je nu niet ervaren omdat je niet hetzelfde vraagt aan het eind van de voorstelling. Maar dan kom je dus ook dichter bij acteur omdat iemand in eigen taal ineens spreekt. Ja. Dus dat theatraal gezien een keuze zitten hier een paar lagen waardoor het voor mij... favoriet moment is gewoon in een voorstelling, als waar dingen bij elkaar komen. Dus die musicaliteit, de kracht, die bewondering voor verhalen van anderen. Ja. En iets meenemen van een cadeau wat je van de journalist krijgt. En, het was een ontroerend moment dat van dat blikje. Het is maar een kleinigheidje, maar in dat kleinigheidje zit iets heel groots. Ja. En dat zit in deze hele voorstelling, vind ik. Je hoort allemaal kleinigheidjes waar werelden achter zitten, die enorme lading hebben. Dus die vrouw heeft zoveel meegemaakt. Te groot voor een één mensenleven eigenlijk. En dan zegt ze dat ze dat blikje sinaas wat ze in Nigeria met kerst kregen, dat ze naar dat gevoel nog wel eens verlangt. Omdat dat speciaal was. En daar zitten zulke tegenstellingen in. En dat zegt zoveel over haar leven. Ja. En dat vind ik dat heel erg mooi in die voorstellingen. Dat zegt ook iets over... dat is iets wat ik dan herken. Hoe je als immigrant, ook al weet je mijn leven is hier beter, toch iets kan gaan blijven missen. Die laag zit er ook bij. Dat vind ik er mooi in. En ook als ik dit weer zie, dan zie ik ook voor me hoe Jennifer bij première zit. En hoe ze vol trots er naar kijkt. Mooi. Kirsten, doe is dit ik als mooi moment, speciaal moment van de vaststelling onder kaart. Maar hier is ik nog een oormoment. Ja. En dat is onder oren de muzikaliteit van Beppe. Ja. Ik. Wil je eerst even naar Shin? Ja, laten we dat op doen. Op het fietsje? Ja. Salve Maria, che sei di grazia plena, de grazia sei in vena, e sa corrente, de grazia sei. Ja. Waarom is het voor jou dit een speciaal moment? Nou, ik denk dat ik net als half vrouwelijk Leeuwarden een beetje verliefd op Beppe ben gebleven sinds deze voorstelling. En onder andere door deze scène. Het is zo, het is sowieso een heel sprookjesachtig moment. Ja. Dat vind ik heel mooi dat er ineens in zit. En heel vervreemdend. Ja. Maar zijn muziek draagt een groot deel van deze voorstelling. En, dus hij schept daar sferen in. Van ontroerend tot spannend, tot onheilspellend, tot een soort droomwereld. En versterkt die muzikaliteit van al die talen die er klinken. En zonder Beppe geen wereldburgers van de voorstreek, denk ik. Bij Dijbleu, want er is nog een
een mooi moment. En dat is het moment van Reza. Ja. Spieletrol Raymond. We moeten natuurlijk even benieuwd met dat Raymond erin spelen. Ja. Tamara, Nienke hebben we gekregen als schoen. Ja. En Beppe natuurlijk. Ja. Beppe Costa. Zullen we even naar het momentje? Ja, ik kan misschien van tevoren nu beter iets over vertellen. Want het gaat over Reza. Dat is een Iraanse tapijtenverkoper. Op de voorstreek kwam als klein jongetje naar Nederland. En is eigenlijk vanuit met heel weinig een hele grote geworden. En wat hij in deze scène vertelt. En wat ik, het is ook weer dat dromerige en heel goed gedaan door Raymond. Maar wat mij heel diep raakte is de ambachtsman met zoveel liefde voor het vak. En zoveel aandacht voor kwaliteit en authenticiteit, denk ik. Ja, dat is waar heel veel van die winkeliers aan de voorstreek, waar ze ook vandaan komen, het voor doen. Ja. En dat zit hierin. Het is liefde vanaf het begin. Ja. Ben ik opgegroeid en dan heb jij liefde voor. En dan ook met de mensen om te gaan. En dan ga jij een bezoekje nemen. Naar de knoperijen en de nomaden. De nomaden, knoperijen. Net als bijvoorbeeld die lopertje is ook bij de nomaden gemaakt. Die is helemaal scheef. Die heeft wel een charme. Die vinden heel veel mensen prachtig. Prachtig. Kijk, waarom wordt zo? Kijk, die mensen knopen ze op de grond. Die get weefgetouw ligt op de grond. En dan gaan ze knopen. En dan heb jij geen vastigheid en dan ga jij altijd uit de loop. Nomaden. Nou, er zit wel een beetje puurheid in, hè? Dit is puurheid en eerlijkheid. Bepaalde kleuren, bijvoorbeeld jij hebt blauwe kleuren, is heel moeilijk, is een moeilijke qua kleur. Vroeger was heel duur, alle kleden was blauw, koningsblauw noemden ze. Is een hele moeilijke, is een moeilijke qua kleur. 15.000 euro uit Perzië, is een echte pers, heres. Hele speciale kleed. Is 120 jaar oud. Mijn grootvader eigenlijk begonnen van 1927. Hield ze gewoon handel op straat. Mijn familie. Mijn vader heeft overgenomen. Als enige kind van de familie heb ik hem overgenomen. Had ik het gevoel dat dat moest? Nee. Het is liefde. Vanaf het begin ben ik opgegroeid en heb jij liefde voor. Amor es más y que vivió.
Mooi, hè? Mooi. Ja. Echt. Weer. Ik vind het gewoon ontroerend. Ja. En wat het nou precies is, het is hoe Nienke erbij zingt. Die trage, bedachtzame bewegingen van Raymond. En hoe die taal laat klinken. Wat hij niet zegt, dat hoor je wel. Ja, ik vind het echt schitterend. Ja, heel mooi stukje. Fijn. Ik merk hoezeer ik het mis om live theater te maken nu ik er weer naar kijk. Ja. Ik ben heel blij, ik ben echt gelukkig met hoe wij nu met Thuis en Nacht bezig zijn. Echt ook heel veel plezier, maar we zijn echt iets goeds aan het maken, vind ik, en moois. Maar dan dat gevoel, want als ik dit zie, dan weet ik ook hoe dat gemaakt is. En ook met hoeveel zoektocht en pijn en moeite. Ja. Want je maakt iets wat niet in een soort standaard stramien te gieten valt. Maar goed, het is wel fantastisch om daaraan terug te denken. Want doe hier zelf ik nog even om prom te gaan naar de voorstelling, een moment met Raymond voor het Ruud. Ja. Worst er van tevoren niet zo zitten, worst is er misschien. Ja, nou, het eigenlijk gaat het ook over dezelfde rezen. Ja. En Raymond zelf, als Raymond, is ook een soort hoofdpersoon van de voorstelling. Hè? Omdat Raymond een echte Leeuwarder is. Nou, die is ondertussen wel langer dan een paar weken weg geweest uit Leeuwarden. Maar een van zijn persoonlijke thema's, wat hij ook hier later in voorstelling benoemt. Want al deze spelers zijn ook echte makers. Hè? Zoals Beb, Manink en Tamara zeker. Met haar fantastische theatermaker kwaliteit. En Raymond ook als schrijver. Dat je hoeft niet wereldburger te zijn. Je hoeft niet je stad te verlaten om wereldburger te zijn. Nee. Dat is eigenlijk bijna een soort persoonlijke thema van Raymond. En tijdens repetities, of toen de tapes aan het beluisteren waren, en dat hij erachter komt dat de Reezaal in 1983, nee, of eerder 73, nou, hij noemt het zo, al naar Leeuwarden is gekomen. En hij erachter komt dus dat Reezaal, ja, 83, al langer in Leeuwarden woont dan Raymond zelf, terwijl hij hier geboren is. Maar de vraag, wie is dan de echte Leeuwarder? Ja. En dat is eigenlijk de essentie met waar ik aan het begin over had, over de hele multiculturele samenleving. En vraag is wie mag hier zijn en wie niet. Hé, hey. Zie je dit? Dit. Nederland. Ja. Hé, hey. Leeuwarden. Leeuwarden. Ja. De Tun. Ja. Ja. Net zo plat als onze tapijten. Onze tapijten. Dien Paken begon een winkeltje op streken in Teheran. 1927. Dien Paken. Ja. Ik bouwde de zaak verder uit. En nu is 1983. 83? Toen was ik nog niet eens geboren. 1983 en je bent 25. En de wereld ligt voor je open. De wereld? Ja. Hier, in Leeuwarden. Ja, jongens, kijk maar. Mijn vader. Mijn vader. Ja, mijn vader deed wel heel veel reizen. Ja, van Amerika, Benelux, overal. Ja. Ja, een echte groothandel was het. Jij reisde mee. Ja, heel veel. Ik vond het prachtig. En nu ben ik dan hier terechtgekomen. Elke stad heeft zijn eigen motieven. Elke stad, elk dorp heeft zijn eigen motieven en eigen stijl. En wat hier ook leuk is, ook qua gedachte, en dat zie je ook in deze scène, dat Beppe als vader van Rees tegen hem zegt, wereld ligt voor je open. En dan de Leeuwardse houding, de klassieke Leeuwardse houding. Ja, hoezo, hier de wereld, ja, voor iemand is dat de wereld. Ja. En ook hier in Leeuwarden is de wereld open. Ja. Dus die thema via combinatie van Raymond, die zich als echte Leeuwarder in mensen uit andere landen verplaatst, dat kwam hier binnen. Dus daarom vind ik dat een belangrijke scène. Ja, en dat mocht je ook wel hopen van 2018, het jaar dat de culturele hoofdstad. Ja. Daarom was het natuurlijk zo goed moment om juist dit te maken, denk ik. Van de Finsters Iepen,
Nou, de wereld is... De Ibermiënskip. Ja, en de wereld is hier. De wereld is hier al lang. Ja. Het is niet zo dat Friesland tegen de wereld of dat de wereld buiten Friesland iets anders is. De wereld is hier al lang. Dat zit hier ook in. Je hebt hier nog een moment bij de ik, Roms Kreun, bij de vrachtwijn. Ja. Zou ik daar even iets over eerst vertellen? Nou, het is ook belangrijk om te noemen, rol van Aukje Schaafsman in deze voorstelling. We hebben veel samen regie gedaan. En Aukje is iemand die ontzettend beeldend werkt en die... zij heeft echt geen grenzen in haar hoofd en in haar verbeelding. Waar ik soms, ik denk dat voorzichtige wat je noemde, van oh, pas op, niet doorvragen, dat zit überhaupt in mij soms. Mm-hmm. Ook denk bij idee, oh, kan dat wel? Ook met mijn andere pet van artistiek directeur, kunnen wij dit aan? En kunnen wij dat budgetair aan? En Aukje bedenkt iets. En dit ontstond eigenlijk omdat wij over een bepaalde film hadden. Een regisseur die ons beide heel erg inspireert. En toen kwam ze met zo'n idee. En omdat er over zee gesproken wordt. En nou goed, uiteindelijk is dat een van de mooiste en ontroerendste momenten van de voorstelling geworden. Ja. En zo heeft ze eigenlijk vanuit haar hele open en hele eigen manier van denken... Nou, zonder haar was de voorstelling ook niet geweest. Want ook je had ik meer beelden maken, toch? Boeten op stritten. Ja, nee, maar ook bijvoorbeeld dat Beppe op het fietsje, dat kwam ook van Aukje. Ja, ja, eigenlijk ja, ja. Kan jou vragen, wat kwam er überhaupt van mij? Maar alle heel veel mooie dingen... Hoe prachtig. Kwamen van Aukje. En nou ja, daar was ook heel, heel open en inspirerend, maar ook heel erg gevoelig voor wat voorstelling als totaal was en waar zoeken we naar. En in de scène hiervoor ging het dus over de zee. Ja, het gaat over de zee, over dromen over de zee en meeuwen die je hoort. En nou, dan zie je het volgende. Dat verrassende heel simpel, element. Hè? En dat meisje door de lijstje tonen ze ik... Zoveel gevoel of zo. Want iedereen is er helemaal van zijn apropos eigenlijk. Ja. En toch is het... Het is dat, ja, en het blijft het thematisch. Blijft het gaan over iets anders zien dan wat je letterlijk ziet. Ja. En anders naar je omgeving kijken. Ja. Dat vind ik iedereen is goed. Even bij de zee. Ja, heel eventjes. Ja. Ja, en de emotie die er van mij wat concreter dan misschien weer bij zat. Het ging over de zusjes Poort van Muziekhandelpoort. Inmiddels weg. Dat wisten we toen ook al. Mm-hmm. En die twee zusjes die... transformeren tot meeuwen. Hun winkel gaat weg. De tijden veranderen. Ja. En dan dat beeld op zee. Ja. Dat zegt heel veel over... hoe het gaat in een stad eigenlijk. Ja. Het komt, het gaat. Ja. Dingen verdwijnen. Ja. Ik hier persoonlijk ik nog een favoriet moment. En dat is natuurlijk het moment... wat elke niet denk ik onthouden zil. Met de wasmachine. Yeah, yeah, yeah. Misschien kunnen we daar nog en dan mooi dat wij dan ook Tamara zien. Dat ja, en dan zien we Tamara, want dat is een prachtige scène. Ja. Laten we even een stukje in. Oh, dat is ja, dit is heel... Siep en ik, wij zitten bij elkaar op legere squallen. Dus daarheen wij, nou ja, dat is vandaar dat wij elkaar, nou ja, dat ik dan wist wat hij wie. Maar ik denk dat wij elkaar beter kennen leert op wat je toen neemde de GJV, de Gereformeerde Jeugdvereniging. Daar was Siep en hier heb ik een vriend, Fokko. En Fokko en Siep, die wien doen al beide navigators. Nou, en ik wier dan bij een groepje vrouwen, oren vrouwen. En doe op een gegeven moment, toen zei Siep, nou, je mag je wonkje mooi, hoor. Dat voelt mij wel heel leuk, ja, ja, ja. Ja, dus nou, het waande dat ik dan ook bij de navigators te lanen kwam. En daar wie hij. Ja, nou, toen hebben we eerst hebben we nog wel in een groepje, hè, maar ook weer oplutsen. Maar toen gebeurde het dat ik vereerlen waard op Siep. Had wel eerst nog een skofje worden. Maar doe op een gegeven moment, want Siep hield net, die hield net in de gaten. Ik die vreel, maar hij wist dat net. Hij wist dat net. Nee. En ondertussen doe wie ik al kleuterlijster worden. En ik stie in de klas, voor de klas, in Frientier. En Siep die zei op een gegeven moment, no. Dat is misschien nog net zo gek.
Dat is misschien een net zo gek idee, ja. Nou ja, toen lette toen kwam, toen hielden we al vaker contact gehad, ja. En toen zei ze, werken bij zien. Nee, je haait die koemans van de lab hier op een nijstijd. En ziet, die zie het nog op squallen, ziet op HTS. En nou, ik ben er dus al op mezelf en ik stier hier voor de klasse. En ik wou zo graag een wasmachine. Nou, en toen Siep kwam, ja, dit is het. Nou, toen kwam Siep, mooi die wasmachine. Ja, het huske van Dieneke wie is salits, ja. Het faruut master u ja. Om de wasmachine, nou ja, erin te ja. Krijgen. Ja, ja. Ze wennen in salitse hofkes, Wendt, in Frensje. In Frensje, ja. Het faruut master u, koeder u, koester u, schroeven. Ja. En heb je dat helemaal in je eentje naar binnen geteeld? Ik denk het wel, ja, tuurlijk. Ja. En wie is Siep Ekverhelen? Siep Ekverhelen, ja, ja, ja. Sjoch, verelen, dat vind ik zo'n begrip of zo'n wut, hè, dat leidt heel erg op het gevoel. Sjoch, ja. wat ik eens, voten dadelijks, indien ik zeer wie ik denk, dit zou mijn vrouw wezen, matte. Ja. Ja. Want het wie toen zei, ik had door die wasmachine gebracht. Waar goed, dat wie net de onleiding. Toen ben ik jongens nog wel weer omkamen en toen hadden we een heel skoft vregen. En toen weet ik nog wel. Ja. Ja. Toen ben ik vadij op de knibbels gong. Ja. En toen hak vregen, wosto mi vrouw wezen. Ja. En toen hien wij nog geen verkering. Nee. Ik dacht van, dat is mijn vrouw. En wat toest toen? Nou ja, zat ik al zei, ik wie wat jij de vrele dan dat Siep dat. En dat, nou, dat hier dus nog wel even een skof kunt worden. Maar dus op die joen, op die dijs, doe gaan wij, wij zitten praten. En, nou, en daarin spelen voor u het Leeuwen een hele belangrijke rol. Want toch wel de hoop en ik de verwachting gewoon had dat, nou, dat God, je sjenlitte ziel, waar dan bij je past. Nou, bij Siep wordt het wat langer voordat dan bepaalde gevoelens begonnen te komen. Maar op die joen, op die dais, nou, zat ik krek al vertelde. En ja, en ik vond dat echt heel wat om dat te zezen. Maar nou ja, toen Siep dan waarom kwam, toen zei er, toen had er zijn. Ik wil, nou, was het dan wel mijn vrouw? Ja, dat zei Siep. Ja, en dat wie dan ik zijn reactie op dat ik zei dat ik hem echt zitten zeg. Deze interview is onze eerste geweest. Hè? Ja. Dat zijn mensen van TDC, van de witgoedwinkel aan de Voorstreek. Een Friese familie. En dat was het eerste gesprek. En in tijden dat Voorstreek speelde, was deze vrouw was al ernstig ziek. En ze wist dat ze niet beter zou worden. Ze is geweest. En een aantal maanden na de voorstelling is zij overleden. Ja. En daar hebben ze ook een fragment opgevraagd om met familie ook nog terug te kijken richting de begrafenis. En het zijn ontzettend open. Mensen, ze lieten ons echt toe, helemaal zijn huis. We zaten daar, het werd alles verteld. Waar we toen het eerste gesprek. Dus dat gaf ook toen. Ik denk dat het eerste gesprek niet zo goed was geweest. Ik weet niet hoe het project was gelopen. Maar het is eigenlijk met dank aan hen. Dat wij zo voelden, oh, mensen zijn wel bereid om iets te vertellen. En hun leven te delen. En te vertellen hoe het gaat met de winkel. Een soort, en bij winkeliers hun privéleven en hun werk, dat loopt heel erg door elkaar. Dat heeft heel veel betekend. Ja. Wat voor mij heel duidelijk is geworden, dat wist ik al, dat vermoeden had ik al. Ik had ook wel bewijs gezien, maar dat was nu kwam dat weer heel sterk naar voren. Iedereen heeft een verhaal.
hoe saai je winkel dan ook, of ja, hoe oninteressant het voor jou misschien lijkt. Iedereen, als je er maar lang genoeg blijft zitten, komt met een verhaal wat mooi, boeiend, ontroerend is. En het is de truc om de juiste vraag te stellen en lang genoeg te blijven. He, want ja, dat en ik denk wij ook vooral zijn, willen luisteren. Ja, willen ja, luisteren en terugkeren. En, dat was bij die mensen van TDC ook zo. Maar is toch een vertrouwensboon of zo op? Opbouwen ik mijn mensen, nou, maar dat is de slow journalism. Dat hij niet eventjes snel wat vraagt en nee, doorgaat, maar nee, dat hij even tijd neemt. Ja. Laatste vraag van Jim. Wat budget deze vaststelling voor Jim nou nog op dit moment? Of het budgetten? Of zit het in de takkels budgetten? Wat budget de vaststelling voor Jim? Nou ja, wat ik eigenlijk net zei, dat het vermoeden had ik al, dat er overal verhalen liggen. Dat het niet altijd de spectaculairste dingen hoeven te zijn. En dat ze de moeite waard zijn om op te tekenen. En dat de verhalen om de hoek liggen. Je hoeft niet ver te kijken, je hoeft maar vlak voor je voeten te kijken. En daar heb je alweer wat. En voor mij als journalist, dat proeft gewoon naar meer. Dit wil ik nog eens doen. Niet precies zo. En ook niet meer met winkeliers, want dat vond ik niet de allermakkelijkste mensen om los te krijgen. Dat was best wel hard werken. Maar ik zo'n soort project, slow journalism, dat ga ik nog wel eens doen. Ja, ja, zeker weten. En ik heb ervan geleerd dat ik nooit ingenaaide haarstukjes neem. Want dat heeft Ira genomen bij de Afro-shop. Dat zag er echt verschrikkelijk uit. Het doet heel erg pijn. Nou ja, dat was de dubbellach van het heel heftig verhaal wat verteld werd. En ondertussen zat ik dus voor de spiegel en werden bij mij stukjes ingezet. Ik kon ook echt geen kant op. Ik zat dan terwijl echt iets verteld werd wat heel emotioneel was. Het was bijna film is. Ja, voor mij betekent het heel veel. En ik denk ook dat de betekenis gaat ook veranderen. Want ik merk als ik nu naar kijk, dan komt weer andere lagen bij. Dan op het moment dat je gewoon voorstelling gemaakt hebt, ben je gewoon blij dat het voorstelling gelukt is. En dat het werkt en dat het iets doet. En wat ik zei, dat is ook een beetje mijn persoonlijke missie, zoeken naar openheid en naar begrip. En de vraag of je daar waar mag wonen, waar je toevallig terechtkomt en niet alleen maar waar je geboren bent. Dat heeft gewoon met mijn persoonlijke achtergrond ook te maken. En dit was best pittig maakproces. Kwam ook omdat dit meteen kwam na de opening van de culturele hoofdstad. Dus dan ben je al behoorlijk op. En daarin gewoon vertrouwen in fantastische mensen met wie je werkt. En ook er vertrouwen hebben dat als je iets wil overbrengen, dat, en dat lukt niet altijd, maar je hebt kans dat het wel lukt en dat het echt iets doet aan mensen en iets openbreekt. En dat het met zoveel aspecten kunnen samenkomen in de voorstelling. Dus dat gewoon puur als theatermaker is het voor mij wel een punt waarna ik ook weer andere stappen ben gaan zetten. Dus dat heeft heel veel betekenis. Ja, en dat theater en journalistiek best wel wat bij elkaar te zoeken hebben. Ja, maar die vermoeden had ik daarvoor ook al. Dat is bevestigd. Ja. Mooi. Waar zoen je met stokje Troja aan willen? Nou, kijk, we hebben net gekeken naar een paar fragmenten en Tamara was heel weinig aan bod. Even gewoon toevallig door keuze, als je voorstelling gaat kijken, zie je haar spelen. Ja. Ik weet van Tamara dat ze voor een groot deel van het Fries publiek ook een enorme betekenis heeft als speler. Ja. Ik heb haar ook heel hoog zitten als regisseur. En daarin ook voor veel mensen betekenis heeft in haar rol de zoe spelen en pak om stans. En ik heb zelf deze voorstelling nooit gezien. Ik heb er heel veel over gehoord en ik weet dat er een goede registratie van bestaat. Dus dat zou ik. En ook, ik ben eigenlijk oprecht benieuwd hoe Tamara nu, want dat is meer dan 25 jaar later, hoe ze ernaar kijkt. Wat het voor haar als theatermaker, als speler betekend heeft. Gek, nou dan zullen we terug met Tamara en pak om stans. Ik wil je hem heel graag bedanken voor deze fijne middag en uitlis hoe je een prachtige vaststelling. En dit is eigenlijk de eerste aflevering van Theater Televisie. Tot de volgende keer. Dankjewel. Doeg.